Nederlandse spelers, zoals tegen PSV en wat ze hebben gedaan tegen Ajax. Ook in de arena, dan zie ik ze een grote kans maken om de beker opnieuw te winnen. Ajax speelt met backs die heel hoog opkomen. Altijd in de rug van de vleugelverdedigers proberen te kruipen op het goede moment. En dan heeft Ajax problemen. Bazour is een jongen die goede dingen met hele slechte dingen afwisselt. Die ook niet betrouwbaar is als speler, vind ik. Die ook rare dingen doet in wedstrijden waardoor je eigenlijk ook een goal tegen kunt krijgen. Tonale vind ik een hele goede speler. Hij laat zich ook nog wel eens een keer uit de tent lokken door tegenstanders. Ik denk dat hij in deze wedstrijd nog één keer moet vlammen en moet laten zien dat hij echt een topspeler is. En dat kan hij. Ik heb een heel prettig gevoel altijd nog bij Vitesse. Als Vitesse ook hier met de jeugd speelt op de hertgang tegen Vitesse, tegen PSV, dan ga ik altijd even kijken. Dat vind ik altijd nog wel leuk. En ik gun ze ook het succes. Half negen met penalties. Vitesse gewonnen. Dan pak ik hem lekker en dan ga ik even proosten op dikke prijs, oftewel de dikke prins.